echt een hele bijzondere prestatie, denk ik. En eentje die niet veel mensen hadden zien aankomen, denk ik, begin van het seizoen. Ik denk dat veerkracht de lijn was door het hele seizoen heen, dat we die het hele seizoen hebben getoond. En wat het maakte dat wij dat telkens konden opbrengen, dat weet ik ook niet precies. Ik denk dat de coach een goede job deed om ons telkens erin te laten geloven. Okay, let's stay aggressive. Don't just settle back. Nou, we hadden het landskampioenschap gewonnen op natuurlijk een mooie wijze. Maar daarna wilde hij best wel snel dat we de knop... Ik vond dat hij wel te snel de knop alweer om moesten zetten. Maar hij zei van, nou, hoe mooi is het nou als je de derde prijs ook nog kan winnen? Ik denk dat hij ons in die zin goed gefocust hield. En vooral met name de laatste week. Dan zei hij van, ja, het is nog maar een weekje en dan kan je die derde prijs hebben. Terwijl op dat moment, nou, het was best wel zwaar om dan ook dat mentale knopje dan weer om te zetten. Maar ik denk dat hij daar wel goed zijn best in heeft gedaan. En ik denk ook gewoon dat het hele team... Elke speler gelooft er nog in en dat is belangrijk. En ja, dan kan je gewoon drie prijzen winnen. Het is een zwaar seizoen geweest, dus ik ga genieten van mijn vrije dagen. En met het Nederlands team beginnen we 18 juli. Uit mijn hoofd beginnen we met trainingen, denk ik. Midden augustus hebben we een pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Kijken of we ons kunnen pre-kwalificeren voor het Olympisch toernooi. Mooie basis van 6 echt goede Nederlandse spelers die dit jaar hebben bewezen voor prijzen kunnen spelen. Met een aantal buitenlanders daar weer bij, of van Amerikanen of dan wel Europeanen, denk ik dat we weer een heel leuk team bij elkaar hebben. En niet meer in de 5 mei al, maar ik denk er, ik heb ook zelf bijvoorbeeld al heel veel zin om weer in die nieuwe hal te gaan spelen. Ik zou alle fans aanraden om seizoenskaart te halen en volgend seizoen ons weer te komen supporten. En dan hopelijk weer voor een aantal mooie prijzen.